Het is de week van de 11e van de 11e en dat betekent dat de carnaval weer voor de deur staat. En dat de verschillende carnavalsclubs uit de gemeente druk bezig zijn met de voorbereidingen. Daarom zijn vanavond hier in de studio de verschillende vorsten. En zij zullen alvast het programma voor de komende tijd gaan introduceren. We beginnen met Maarten van het Bombakkers, daarna John van de Diepekikkers. We hebben Theo van de Mascottes, Prins Arno van de Waldkrekels. En als laatste, maar zeker niet als minste, ook Gerwin van de Waggelaars. Vorst Maarten van de Bombakkers. Goeie carnaval gehad, Maarten, afgelopen jaar? Ja, natuurlijk hebben we een geweldige carnaval gehad in 2013 moet ik zeggen. Helaas wel hebben afscheid moeten nemen van onze commandeur Sjaak Snelle en officier Martin Marinissen. En nog redelijk onlangs van Erna Franke. Toch hele dierbare carnavalsmensen van ons. Maar voor de rest hebben we een geweldig mooi vastelovensjaar gehad onder aanvoering van Prins Mark en Prinses Linda. Ja, dat hebben we toch intens van genoten. Ja, ja, en dat is alvast mooi. Maar dan nu het komende seizoen ook al zin erin? Natuurlijk hebben we er zin in. Ja, ik zou hier niet voor niks al met de pak aan. Ik zou die steek Geer opzetten, maar dat doen we nog even niet. Want dan wachten we keurig mee tot het echte 11e van de 11e. Zo hoort het eigenlijk ook. Ik geloof dat de komende vorsten die zo opletten. Ja, dat mag iedereen voor zichzelf weten. Ik zal ze er niet op afvallen, maar wij doen het zo en daar vullen wij ons goed bij. Okay, de 11 van de 11 gaat het van start en dat begint hier met een mis, geloof ik? Ja, wij beginnen om 7 uur op de 11 van de 11 met een heilige mis in de Sint-Martinuskerk. Met joekskapellen, met dans, met zang, met mooie teksten. Echt een belevenis om bij te zien. Ik moet zeggen, onze pastoor Bouwman pikt dat ook heel goed op. Hij had dat eigenlijk metgenomen van het landgraaf waar hij vandaan komt. Om dat nog extra veel cachet te geven. En dat is altijd een hele fijne, gezellige mis, ja. Ja, dus en dan is de carnaval geopend, maar daarna worden jullie eerst volgende activiteit? Nou, dan is het nog niet helemaal geopend, want na de mis trekken wij naar de Meert, veel stadhuis. En daar openen we echt officieel de vastelovend. En dan op aangeven van onze hoogheid Prins Mark zetten wij dan onze steken op. En dan maken we nog een hoop kabaal en dan spreek ik nog 11 intenties uit voor een geweldig seizoen. En als dat gebeurd is en het Gennep's volkslied gespeeld is, dan zijn we echt begonnen en dan kunnen we er tegenaan. Oké, dus als de mensen je toch met steek graag op willen zien, gewoon komen de 11 van de 11e naar de markt. Ja, op de markt is het te doen. En daarna ook nog gezellig bij de kroon nog een afzakketje nemen op maandagavond. Dan maakt de kieter maar hoe laat gedijgen smaakt, dan maakt niet zoveel uit. Nou, dat komt vast goed in het Gennepse. En de eerstvolgende activiteit daarna, wat gaat het worden? Ja, dat is onze liedjesavond. Daar hebben we, als dit uitgezonden werd, al de veurrondes van gehad. En op 23 november hebben we dan de finale in de zaal van Piekemare. Een stuk of 10 prachtige, echt Gennepse liedjes, eigen teksten, eigen melodieën ook. Dus helemaal origineel. En ja, daar wordt dan over het uitgemaakt wie het mooiste Gennepse vastelovensliedje van het seizoen 13-14 het. En dat is al een hele spannende, maar ook een hele gezellige avond met echt Gennep onder elkaar. En na afloop ook nog leuke muziek en gewoon een hele fijne vastelovend avond. Ja. Ja, en verder misschien nog nieuwe dingen het komend carnavalseizoen? Nou, nee, we hebben na de 23e november hebben we trekken we ons even terug. Dan werd het Sinterklaas en Kerst. En dan in januari hebben we, ja, dat is misschien wel weer op nee. Want op 1 januari hebben we hopelijk toch weer de Niersjaarsduik. Vorig jaar niet doorgegaan vanwege het hoge water. Maar dit jaar zien we toch echt van plan om het wel door te laten gaan. Alle prinsen van de gemeente Gennep zijn uitgenodigd om erin te springen. Niet alleen die nou prins zien, maar ook die vorig jaar prins waren toen het afgelast is. Ook die kriegen een herkansing en we hopen ze allemaal te zien. En het is natuurlijk ook een prachtige gelegenheid om iedereen mekaar zorgelijk naar jaar te wensen. Mekaar even diep in de ogen te kijken en een goed jaar voor 2014. En we beginnen dan ook meestal al een beetje met het rooien naar de nieuwe prins. Want dat duurt dan ook niet meer zo heel lang. Want, wanneer komt de nieuwe prins? De nieuwe prins komt op 18 januari, hebben we onze prinsenbal. Maar en de week ervoor, op 11 januari, dan treedt onze huidige prins Mark en zijn lieftallige prinses Linda, die treden dan af bij Hotel de Kroon. Prinsenbal is de 18e hier in Piekemare. En ja, dat belooft natuurlijk ook weer een geweldig feest te worden. De nieuwe hoogheid staat natuurlijk te trappelen van ongeduld om zich bekend te maken aan het Gennepse publiek. Maar zoiets zien we nog lang niet. Nee, dus de komende tijd veel festiviteiten, ook in het Gennepse. En misschien nog een leuke anekdote van afgelopen carnaval waar je mooi aan terugdenkt. Ja, dat is nou eigenlijk te veel om op te noemen, maar nou ja, ik vind zelf altijd een van de hoogtepunten, dat zijn de dingen die je samen doet met z'n allen. En een heel mooi voorbeeld vind ik dan toch de meertzitting die we samen met de Mascottes organiseren. En dat was afgelopen jaar toch ook wel weer heel erg top en beloofd
dit jaar ook weer een geweldige happening te worden. Maar dan zitten we al in Meert. En dan is het eigenlijk het seizoen alweer was afgelopen. Ja. Dus daar wil ik eigenlijk nog helemaal niet in denken. Laten we nog maar eerst in november alle zaken mooi voor elkaar hebben. En straks een goede nieuwe prins hebben. En dan zien we wel weer. Mooi. Dus eerst de carnaval maar eens even gaan openen. Ja, en mochten jullie meer willen weten over het programma van de Bombakkers, dan via de site, denk ik. Hè? Ja, www.bombakkers.nl. Daar staat alles op en dan kunnen we alles vinden. En ook op Facebook en Twitter zien we ook te vinden. Dus volg ons, jongens. En dan zie je altijd op de hoogte. Oké, dus een nieuwe zitting met heel veel nieuwe Milsbeekse artiesten ook. En daarna aan het carnavalseizoen komen er nog andere nieuwe dingen. Ja, we hebben voor het volgend jaar tijdens de carnavalsdagen op maandag een heel nieuw concept bedacht. En dat gaat dan onder de naam van de diepe kikkers. Zo lekker, dat mugde niet missen. En de staat er dan voor de maandagmiddag Milsbeekse mega mitsing marathon. En dat wil dus eigenlijk zeggen dat het één groot mitsingfeest wordt voor jong en oud. Een beetje het idee van wat de toppers doen in de arena, dat doen de diepe kikkers in het trefpunt. En we hopen dat er heel veel mensen op afkomen. En we hebben al allerlei artiesten gecontracteerd. En we weten ook al dat de ex-prinsen komen. Gries en Nieuwies zal achter de present schrijven. En natuurlijk niet te vergeten onze geweldige hoofdkapel, die ook tijdens de zittingsavonden natuurlijk de hele avond op zal luisteren. Dus nogmaals, de maandagmiddag op de Milsbeek, te mooi, dat mugde niet missen. Het klinkt wel lekker. Ja, dus ja, het wordt een heerlijke middag in Milsbeek. En misschien nog een kleine anekdote ook van afgelopen carnaval. Wat is het meest bijgebleven? Wat mij het meest bijgebleven is dat de mensen zo tevreden waren over de prijsuitreiking. En dat kwam misschien omdat ik hem zelf niet gedaan heb en dat hij erg vlot verlopen is dit jaar. Ja, dus het gaat allemaal wat vlotter als Johnny er niet bij is. Ja, ja, en dat komt niet omdat ik niet op tijd ben. Ik ben er altijd wel, maar het duurt altijd zo lang voordat ik er een eind aan heb. Hè? Ja, mooi. Dus ik denk dat het een goede afsluiting is van het interview. Bedankt, Jody. En voor meer informatie kijk op diepekikkers.com. En de derde in de rij, dit keer niet de vorst uit het fan, maar de prins. Eigenlijk net zo'n goeie. Prins en voorzitter, Arno. Arno, afgelopen prinsenjaar goed bevallen? Heel goed bevallen, ja. Ja, is het toch een belevenis, hè? Laat het eerlijk wezen. Worden maar één keer en je kijkt er toch naar uit, hè? Dat is gewoon zo. Ja, en hoe kijk je dan uit naar de komende paar maandjes? Nou, de aankomende maanden, het aftreden en zo. Ja, goed, dat is toch nog wel een beetje knallen. We hebben nog een paar feesten in het verschiet. Dus nou kunnen we nog even genieten. En goed, aftreden hoort er ook bij. Ja, aftreden moet uiteindelijk. Maar waar ga je nu dadelijk als eerst van genieten? Van de zitting, geloof ik, of niet? We gaan eerst van de zitting. Ja, we hebben aankomende zondag, 3 november, hebben de kaartverkoop bij de klok. Dus rond 11:30 tot 1:00 ongeveer. Dus degene die zittingkaartjes wil hebben, die kan zich even daar rustig een kopje koffie drinken en een kaartje bemachtigen. En de zittingen, dat is 23 en 24 november. Ja, en het programma van de zitting, kun je er al iets over vertellen aan ons? Ja, nou ja, goed, eigenlijk niet. Hè, want ja, dat willen wij eigenlijk toch wel een beetje geheim houden. We hebben op de affiches natuurlijk al wat tonpraters, buurtredeners laten zien. Ja, want jullie hebben elk jaar ook wat buurtredeners van buitenaf, geloof ik. Wie zijn dat dit jaar? Ik weet ze niet allemaal, maar een Dirk Kouwenberg. Nou ja, goed, die is ook in Bimmelswijk al een keer kampioen geweest. Dus dat zijn toch wel mensen die echt, zijn wel toch wel een beetje professionals zijn. Ja. En verder hebben we natuurlijk nieuwe fans, die voor het tweede jaar, echt de jeugdgroep uit het fan, die een heel eigen programma in elkaar zetten. En die hebben dat ook mooi geheim gehouden, dus we zijn ook erg benieuwd wat dat gaat worden. En vorig jaar was het ook geweldig. Dus daar zitten we echt naar uit te kijken. Ja, er is ook nog genoeg fanstalent in het fan. Gelukkig wel. En we weten het programma natuurlijk ook niet helemaal. En misschien zitten er ook wel bij wat echte nieuwe dingen. Maar goed, dat is eigenlijk ook een beetje om het spannend te houden. En mensen natuurlijk ook een beetje te triggeren om naar de zitting in het fan te komen natuurlijk. Ja, ja. Nou, dan hou ik nog heel even je spannend. Misschien wel leuk om te vertellen over afgelopen jaar. Je was als prins aanwezig bij de Waldkrekers. Maar heb je nog een leuke anekdote? Ja, nou, een leuke anekdote. Laat ik zo zeggen, het is natuurlijk een hele geheime tijd, hè? Het vragen en het geheim houden en zo. Dus we hadden het geluk dat onze pelsdiersfokkers in Van Zalderheide, de Nertse boeren zeg maar, die hebben onze kepen gesponsord. Dus die moest gekocht worden. Dus ik met de vorst, die dus wel wist,
En voorzitter gingen dus een nieuwe cape kopen. En de vorst die zegt van, ja, god, pas hem maar eens aan. En ik had al zoiets van, dat is eigenlijk wel raar, want hij is normaal allemaal niet zo dat daar maat gesneden wordt. Dus, maar goed, verder ook niet over nagedacht. En een week of drie daarna hebben we ook nog een nieuwe steek gekocht. Dus ik sta bij de leverancier en die zegt zo van, ja, wat wil je dan hebben? Ik zeg, nou, ik zou het eigenlijk niet weten. Dus vorst gebeld, Theo, wat moet het worden? Hij zegt, Theo, kijk maar wat je leuk vindt, wat je mooi vindt. Ik zeg, ja, ik zeg, dat zal toch wel iets... Nee, zegt hij, kijk maar. En toen had ik al zoiets van, dat is toch wel eigenlijk allemaal wat frappant. En inderdaad, drie weken daarna stond hij bij mij in de tuin en zei hij van, zou je prins willen worden? Ja, ja. Toen had jij een hartstikke mooie maat pakt deze carnaval. Ja, inderdaad. Ja, maat gesneden. Ja, dus nou weet het geheim van de mooie prins afgelopen jaren in het Sven. Hartstikke goed. En zijn er nog dingen die dit jaar anders zijn in het programma of vernieuwend? Nee, dit jaar hebben we een redelijk standaard programma. Ja goed, het is natuurlijk wel zo dat we iets met een thema gaan doen. Ook voor de carnaval, carnavalswagens, bouwgroepen die bij ons in het Sven bouwen. Er zijn wel wat nieuwe groepen die willen gaan bouwen. We hopen dat we wat locaties kunnen vinden waar ze kunnen bouwen. Dat is eigenlijk wel een oproep eigenlijk. En iedereen geeft die jongens de ruimte. Ik denk dat voor alle verenigingen geldt. Dus als iemand zit te kijken en denkt, ik heb nog een plekje om te bouwen. Bel naar de Waldkrekers of naar de andere verenigingen. En laat het weten. Geef die jongens in ieder geval ruimte om te bouwen. Want dat is erg belangrijk. En anders krijgen we geen optocht. Hè. Zo werkt het dan niet. En verder hebben we een redelijk standaard programma. En daar zijn natuurlijk altijd de gezellige avonden. En dat zijn onze uitschieters. Hè? Want zo is het. Ja, wat goed is, hoeft niet veranderd te worden natuurlijk. Nee. En voor degenen die toch nog het programma willen weten, kunnen ze op jullie site kijken, denk ik. Hè? Ja. En dat is dewaldkrekels.nl. En daar zal in ieder geval de nodige informatie staan. En dat zal wat bijgehouden worden. De volgende vorst uit de regio, Theo van de Mascotters. Zin in de komende carnaval? Ja, natuurlijk, Bart. Ja, waar leef je het meeste naar uit nu al? Ja, op dit moment is het toch vooral de zitting. En die zit er alweer aan te komen. 14 en 15 december, onze zittingsavonden in de pub in Ottersum. En daar ben ik druk mee doen. Ik doe zelf ook mee. En we zijn ook druk bezig om daar een beetje de puntjes op de i te zetten. Want wat is het mooie aan de zitting in Ottersum? Ja, de zitting in Ottersum, het mooie eraan is, vind ik altijd... Je hebt een aantal goede buutkanonnen van buitenaf. En hebben we dit jaar ook. We hebben bijvoorbeeld Dirk Kouwenberg gestrikt. En dat is gegarandeerd spektakel. En we hebben ook steeds meer mensen uit Ottersum zelf. Eigenlijk meer groepen uit Ottersum zelf dan ooit. Er is ook weer een hele nieuwe Star Academy. Dat is een concept dat een paar jaar geleden is opgezet. En de eerste groep is doorgegroeid. En dat is gewoon een nieuwe aangesloten. En die wordt door de Mascotters min of meer... opgeleid en die gaan dit jaar voor het eerst ook weer proberen. Dus, een echte Star Academy in Ottersum. Ja, precies. En kunnen ze talent zich ook nog aanmelden mochten ze mee willen doen voor volgend jaar? Voor volgend jaar kan altijd aangemeld worden. En dit jaar zitten we bomvol. Maar we zijn altijd op zoek naar talent in Ottersum. En ik weet ook dat er eigenlijk meer dan genoeg talent is. Dus, Daar komt er vast goed. En afgelopen jaar jubileumjaar gehad. Hoe is dat allemaal gegaan? Ja, heel goed. Heel goed. We hebben eigenlijk, we hadden gekozen om het hele jaar door verspreid iets aan het jubileum te doen. Dat is ons heel goed bevallen. Ik denk dat ook iedereen er wel wat van meegekregen heeft. We hebben met het Ossenbraadfeest nog de jubileumavond gehad. Wat dan min of meer de receptie was. En was ook een heel gezellige avond. En wij als Mascotters zijn meer dan tevreden. We sluiten nog af met het jubileumboek. Dat is nog in de maak. Wanneer komt dat? Dat willen we met de zitting, als alles goed gaat, en dat gaat gewoon goed. Gaat het gewoon goed. Wordt dat met de zitting, is dat verkrijgbaar en kan eigenlijk daar door de aanwezigen meteen gekocht worden voor een mooi prijsje. Wat ik nu nog niet bekend kan maken, omdat ik het nog niet precies weet. Maar op de website www.mascotters.nl kan daar binnenkort vast wel van alles over te vinden zijn. Oké, mooi. En misschien nog een kleine leuke anekdote wat je herinnert van afgelopen carnaval? Wat ik me daar nog van herinner, van het afgelopen carnaval, ja. Jij als niet-drinker, Theo, moet zeker nog genoeg herinneren, toch? Maar het is alweer zo lang geleden, ja. Ik ben ook geen 20 meer. De jubileumoptocht door de Ottersumse straten, kan ik me nog wel herinneren. Dat het was best wel aardig weer. En de tocht was langer dan ooit. En schitterende wagens. En het leek wel alsof er
meer aandacht aan was besteed dan ooit tevoren. En, ja, en verder, ja, alles was mooi. Carnaval Onsum is eigenlijk altijd gewoon mooi, toch? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, het zou gek zijn als ik nou iets anders ging verkondigen. Nee, precies, misschien moeten we dat ook niet doen. En misschien nog andere dingen wat komend jaar anders is? Misschien vernieuwende dingen of zo? Nou, vernieuwend niet zozeer, maar we zijn afgelopen jaar met de Boerenbruiloft ook weer met een nieuw concept begonnen, waar de Boerenbruidegom bekend werd gemaakt tijdens de zittingsavond. En daar konden dan vrouwen op schrijven, op reageren, zeg maar. Als het boer zoekt vrouw meer, hè? Het boer zoekt vrouw principe. En dat is ons eigenlijk zo goed bevallen dat we dat gewoon dit jaar weer door willen trekken. Dus komende zitting wordt ook weer een nieuwe boer bekendgemaakt. En ja, ik weet al wie het is. En, ja, een hele goede boer in Tottersum. Ja, ik denk dat dat wel weer een groot succes gaat worden. En die kunnen we ook gewoon vinden op de website. Dus de dames kunnen zich daarop in gaan schrijven straks. Ja, in eerste instantie worden er tijdens de zitting, tenminste, zo is het vorig jaar gegaan. En de mascottes kennende zal dat dit jaar ook alweer zo gebeuren. Er zijn er briefjes uitgedeeld waar dan de aanwezige vrouwen op konden inschrijven. En op de site komt natuurlijk ook wel te staan hoe vrouwen kunnen reageren en wie dan de gelukkige boer is. Naast mij de laatste in het rijtje, Gerwin van de Waggelaars. Een leuk carnaval gehad afgelopen seizoen? Ja, afgelopen seizoen was helemaal geweldig met onze prins Jan Eickholt en zijn prinses Janni. Want de Waggelaars hebben een geweldig jaar gehad. Maar niet alleen de Waggelaars, want daar gaat het niet om. Hè. Het gaat een publiek van Gennep. Ik bedoel, en van de gemeente Gennep, die altijd naar onze bals komen. Naar ons prinsenbal, wat heel bekend is in Gennep. Ik bedoel, met geweldige artiesten ieder jaar. Dit jaar hebben we ook iets geweldigs. Omdat we dit jaar, de Waggelaars bestaan dit jaar, het komende carnavalseizoen, 44 jaar. Dus we zien eigenlijk een jonge, oude vereniging. En toch maar 44 jaar oud, hè? Of niet dan? Ik bedoel, dus dat noem ik eigenlijk de jonge oude. Daarom is het nou de laatste jaren ook de carnavalsclub geworden van 50 plus. Vroeger waren dat eigenlijk ouder, zeg maar. Maar we zien eigenlijk een beetje gewoon verjongen. En met de club zien we ook verjongd. Mm-hmm. En toch, dus zelfs de ouderen moeten blijven verjongen, daar komt het eigenlijk op neer. Ja, we gaan toch met een type met. Hè? Ik bedoel me zo, ik vind ook de website van de Waggelaars. Ik weet niet of je die ook wel eens gezien hebt, maar die mensen die... Waar kunnen de mensen vinden die hem nog niet gezien hebben? www.dewaggelaars.nl. En dan kunnen ze kijken naar het programma van ons, wat ieder jaar dus iedere keer mooi aangepast wordt. Ook met de link naar de Boombakkers, naar alle andere verenigingen, naar ons oudere carnavalsclub Gries en de Wies in de Mesbeek en de Alde Happen waar we contact met hebben. Ik bedoel, daar kunnen mensen dus alles zien, de programma's zeg maar. Maar dan wil ik wel nog zeggen, als ze dat dus gezien hebben, dus als ik allemaal moet gaan vertellen, heb ik geen 3 minuten, maar dan moet ik wel 44 minuten hebben. Dus, ga gewoon even op de website kijken en dan kan het wat korter, maar dan kunnen we wel het hele programma zien. Wat staat er nu binnenkort aan te komen voor jullie, Gerwin? Ja, de opening dan met de gezamenlijke carnavalsclubs van de gemeente Gennep. En dat is de 11e van de 11e dan. Het beginnen we dan met de mist, maar dat zal volgens mijn voorgangers wel allemaal verteld hebben. En daarna hebben wij 20 januari, omdat wij jubileumjaar hebben, jubileum prinsenbal. En dat wordt een hele feestelijke avond, dus met veel zang en geweldige optredens van artiesten en dergelijke. We hebben een hele grote loterij dit jaar, maar we willen het toch een beetje zo behouden, ook vanwege de crisis. Hè. Ik bedoel maar zo, ik vind we kregen sponsor gehad, maar dan moeten we toch zuinig met zien. Ja, zuinig zijn is nooit verkeerd, toch? Nee, daarom. Want ik bedoel me zo, kijk, en dit is een titel zeker. En dan willen we toch een geweldig feest maken. Want daarna hebben we dus de eerste van de tweede, dus in februari, dus 20 januari, prinsenbal. Eerste van de tweede hebben we receptie van onze jubileumprins. En dan de 16e februari hebben we jubileumreceptie van de club. Een heel druk programma. En dan beginnen we 's maands met een mis, met een jubileummis. Dan hebben we lunch. En om 1 uur begint de jubileumreceptie. Die duurt ongeveer, denk ik, tot 6-7 uur. En dan neem ik afscheid. Ach, ja, hoe komt het? Ook verjonging. Ja, ik heb 54 jaar carnaval erop zitten. Ik ben met de jeugdrol begonnen, jeugdprins geweest, 35 jaar lang in de buurt gestoord, 4 jaar lang in de buurt gestoord met Geert-Jan van der Lijst.
toen jubileum, toen 9 jaar bij de Bombakkers gezeten. Toen jubileum prins geworden bij de Wagenaars. En nog wat 10 jaar vorst. Dan is het een keer goed om even een stapje terug te doen, denk ik toch? 45 jaar carnaval, ik bedoel. Dat vind ik een mooi moment om dan te stoppen. Ja. En dat wou ik dan doen op het einde van de jubileumreceptie. En dan geef ik het over aan Nee Vorst. En wie wordt dat? Dat wordt het supermanneke, hoor. Superman. We gaan het allemaal afwachten en zien het komende programma. Is er nog een leuke anekdote misschien van vorig carnaval? Ja, ik vind dat het mooi als je een prins belt en ik ga je al met een hond wandelen. En dan onder het wandelen, dan kom ik altijd een nieuwe prins tegen. Hoor. Dat zie je gek. En dan vroeg ik. En dan zeggen ze van, hoe kunnen we nou in één keer vragen? Weet wel? Ik bedoel, dan zien ze helemaal verrast. Of aan de telefoon, als je de mensen aan de telefoon hebt. Dan belt en hoort vijf. Over 11 minuten niks. En dan zijn de binnen er nog. Mm. Kijk, en dat vind ik gewoon. Dan hebben die mensen ook weer verrast. Hoor. Ik bedoel maar zo. En dan kunnen niet alleen hun verrassen, maar ook het publiek er nou verrassen. Hoor. Ja. Dus pas straks op. Als je in Gennep gaat wandelen en je komt Germ tegen met de hond. Dan kan er zomaar eens zijn. Beuren, ja. Dat je als prins bij de Wagenaars komt. Ja, ik bedoel, iedereen heeft de kans om bij de Wagenaars prins te worden. Nou, mooi. En ik zou hiermee beëindigen. Luid het krullen van Gennep tot in Keulen. Goeie afsluiting. Dan ziet u ons hier nog met z'n allen staan en we willen gezamenlijk nog iets aankondigen wat we eigenlijk een beetje zien vergeten. Ja, want er is er nu het heen. Nee, dan is er niet. Nee, dan is er niet. Nee, maar dat wou ik ook zeggen. Je bent met de vlucht, Johnny. Dus dan wou ik het overgeven. En dat is volgens mij nog Roger en je weet er meer van, hè? Ik weet niet of ik er meer van weet. Ik weet er eigenlijk niks van. Want anders was hij, als hij nou geweest was, dan had ik het weten. Maar ik weet er eigenlijk niks aan. Maar volgens mij is iets vergeten. En volgens mij met Theo er eigenlijk meer van wat ze vergeten zien. Weet jij er iets, Theo? Weet jij er iets van? Ik weet niet wie wat vergeten is. Maar ik weet alleen dat Roger hier niet is. En volgens mij is er binnenkort ook nog iets te doen in Heijen. En wellicht dat hij daar met de voorbereidingen voor bezig is. Ik weet niet, Maarten, weet jij daar iets meer van? Nou, ik weet dat ik een uitnodiging gehad heb. En met mijn eigenlijk iedere vaste lovensvierder uit Gennep. En dan bedoel ik de hele gemeente Gennep. Op 16 november naar het gemeentelijk openingsbal in Heijen te komen. Bij de Schuttershof. En ja, hadden jullie ook gehad die uitnodiging, Kels? Ja, goed zo. Nou, en Wij willen dan namens alle vorsten van de gemeente Gennep Roger verontschuldigen dat hij er niet bij is. Maar toch iedereen uitnodigen om 16 november naar Heijen te komen. En zo is het maar net. En laten we het zo maar doen. Ja.